Hallo, welkom bij Derailleur, de wielerpodcast van Pix Sports met in deze periode van het jaar uiteraard de focus op het veldrijden en daarom hebben we twee ervaringsdeskundigen uitgenodigd. 13 Belgische titels, 3 wereldtitels bij de elite. Sanne Kant, een hele goeie dag. Hallo. Heb jij de crossen in de Verenigde Staten op de een of andere manier toch gemist deze keer, Sanne? Ja. Deze keer is beslist om niet af te reizen tot Ginter, dus ik heb ze op tv gevolgd. Dat was ook wel eens leuk. Vond je het jammer dat je er niet bij was? Nee, op zich niet. Nee. Want je had een echte haatliefde, mogen we dat zelfs niet noemen, een beetje een haatverhouding met die crossen. Hè? Ja, misschien toch een beetje haatliefde. Ik heb er ooit één keer gewonnen, dus dat was dan de uitzondering, denk ik. Maar ja, op een of andere manier, ik herstel zo slecht van die jetlag dat ik al 2-3 weken op voorhand naar daar moet gaan en ja, dat is het mij niet waard. Nee, we komen zo meteen nog even terug op die crossen in Waterloo en Fayetteville, ook met onze andere gast. Al enkele seizoenen is hij onze vaste co-commentator bij het veldrijden. 11 jaar lang was hij professioneel veldrijder en nu is hij professioneel brandweerman, Bart Arnouts. Ook jij welkom natuurlijk bij ons hier in de studio. Brand moeten blussen afgelopen nacht, Bart? Nee, ik moet straks nog gaan werken. Dus het is een shiftensysteem, hè, dus wij wisselen wat af. Ja, ja. En dat bevalt jou al een hele tijd, dat nieuwe bevalt leven? Mij goed. Jawel, ja. Ja. Wat heb jij vooral onthouden van de Amerikaanse cross? Globaal gezien denk ik dat het nog steeds een beetje, zoals het ook bij Sanne is, een beetje in het milieu, denk bij de ploegen en bij de renners, een beetje ook nog altijd een haat-liefde verhouding is. De ene is er wel voor te vinden, gaat met veel plezier. De andere die doet het als een verplicht nummer een beetje. En het blijft ook een beetje financieel moeilijk, denk ik, om het allemaal rond te krijgen voor die ploegen, om er echt iets aan te hebben. Dus dan is het ook wel begrijpelijk dat er hier en daar ook vragen bij gesteld worden. Maar wat ik er dan sportief van onthoud, is dat er bij de dames een beetje een jonge dame is die 2 keer kon winnen. Die de rest van het seizoen denk ik ook nog wel met momenten moeilijk te kloppen zal zijn, Fijn van Empel, die veel troeven heeft om waaraan ze eigenlijk al nu al begonnen is, hè, een echte vaste waarde te zijn. En bij de mannen is dat een beetje Iserbyt die het nog steeds goed naar zijn hand kan zetten, hè, een cross. Die het zo voor elkaar krijgt op eventueel verschillende manieren om toch telkens die wedstrijd te winnen. Ook al is, denk ik, fysiek gezien, een Zweek bijvoorbeeld de afgelopen weken, bijna even goed. Maar Iserbyt krijgt het dan toch voor elkaar om die wedstrijd te winnen. Ja, absoluut. Mocht u het gemist hebben, we frissen uw geheugen heel even op. Fijn van Empel, die domineerde in de Verenigde Staten in die 2 crossen bij de vrouwen. Ja, ze gaan met z'n 2 neerliggen na de finish, denk ik. Zo diep zijn ze aan het gaan. Het is echt in de beugel. Hè. Ze zit in de beugel. Alvarado enorm kort gedraaid. Binnenkant bocht was het voor Alvarado, maar ze moet zich geven. En Fem van Empel die wint de eerste wereldbekermanche van het nieuwe seizoen. Nu moet ze van ver komen, hoor, van Empel. Brand, van Empel, worst. Het gaat tussen Brand en van Empel. De Europese kampioenen op de leidster in de wereldbeker. Het is Van Empel die het opnieuw gaat halen. En haar tweede wereldbekermarge van dit seizoen wint. Je zei in het interview vooraf, de wereldbeker is echt een doel. Dan ben je goed gestart. Precies. Ik probeer wel altijd mijn doelen na te streven. Maar je hebt natuurlijk geen invloed op de concurrentie. Er was een investering om hier naar Amerika te komen. En dat ik het hier afmaak is alleen maar mooi. Fijn van Empel, Sanne, ook voor jou veel indruk gemaakt? Ja, ze redt echt super makkelijk. Zeker als je het nu op tv hebt kunnen volgen, het is alsof ze in de zetel zit. Ja. Het is echt straf om te zien. Zowel technisch als tactisch, als fysiek sowieso, stak ze er bij momenten echt bovenuit. En ze maakt dat dan telkens af in die sprint. Dat is nog een extra wapen dat ze heeft. Het is echt wel de moeite. Klopt, ze is echt supersnel aan de meet. Maar je ziet ook tijdens de cross zie je ze nadenken van we gaan richting de laatste rechte lijn rijden. Ja, nog 2 ronden. Kijk, 2e, ik ga op kop moeten komen. Dus zo expres een paar plaatsjes laten afzakken. Als 4e terug inpikken. Zodat als Brand van de kop wou gaan, dat zij toch niet naar de kop moest gaan op dat stukje wind-up. Dus
Ze denkt echt na over alles wat ze doen. Ik denk, die sprint is belangrijk, maar dat tactisch inzicht is in de vrouwencross denk ik nog een belangrijke punt dat ze heeft. Ja, want zo is de vrouwencross ook wel de laatste jaren telkens spannend en tactiek komt er echt wel bij kijken. Ja, ik denk dat er bij ons minder iemand echt bovenuit steekt, dus dat tactische echt wel meespeelt. Ik heb ze ook jaren goed gereden of wedstrijden kunnen winnen omdat ik tactisch misschien net een stapje voor stond. En dat zie je nu bij haar ook en ik denk dat dat echt een troef is. Ja, het is ook heerlijk om naar te kijken telkens, hè Bart? Ja, absoluut. Ja, we zeggen dat vaker tegen elkaar, dat de laatste jaren de vrouwenwedstrijden om naar te kijken vaak mooier zijn dan de mannenwedstrijden, omdat het spannender is. Er zijn verschillende winnaars. Er kan al eens iets onverwachts gebeuren, toch wel. Dus ik vind het persoonlijk echt, en ik hoor dat bij veel mensen, echt wel aangenaam om dat te volgen. En over de pluspunten bij Fem van Empel vind ik het ook nog eens grappig dat ze zo zelfzeker overkomt. Vanaf dat die wedstrijd start, is dat echt alsof ze bij de meest ervaren rensters is. Haar gelaat is echt gefocust, alsof ze enorm veel zelfvertrouwen heeft. Terwijl ze dan weer in een interview al wel heeft laten uitschijnen vooraf. Dat was dan eigenlijk wel grappig, vond ik. Zei ze helemaal tegenovergestelde. Ja, ik weet het niet goed, het vertrouwen, dat is nog even afwachten. Waarbij ze echt liet zien dat ze eigenlijk ook wel heel veel twijfels had. Wat eigenlijk ook wel ergens normaal is en wat elke sporter heeft. Maar daar is niks van te merken. Hè. Vanaf dat de start is gegeven, dan wordt daar op dat gebied bij haar... het ziet er in ieder geval enorm zelfzeker uit. Ja, ze springt ook over de balken. Dat is ook een teken van zelfzekerheid voor een stuk. Zeker, hè? Ja. Dat is ook een evolutie die we gezien hebben, hè, Sanne, in de laatste jaren of maanden zelfs. Dat er jonge vrouwen ook in dat aspect van de cross een stap aan het zetten zijn. Dat springen over de balken. Ja, denk ik ook wel dat echt iets is dat je van jongs af aan moet aanleren. Ik heb het geprobeerd een paar jaar geleden, maar bij mij lukte het niet meer om het er nog in te krijgen. Dus ik denk dat dat iets is. Puk Pietersen is er ook echt top in. Ik denk dat het de enige twee zijn bij ons die dat echt kunnen. Ik ben ook wel van het idee, als je het doet, moet het rapper zijn dan dat je loopt. Want anders vind ik het een te groot risico. Ik ken er veel die dat traag over hun ballen kunnen rijden. Maar als ik ze dan voorbij loop, dan vraag ik mijn eigen af wat dan de meerwaarde was. Maar bij, zowel bij Puk als bij Fem is het echt indrukwekkend om te zien. En niet makkelijk om achterna te doen. Ja. Zijn er jonge Belgische rensters die dat balkenspringen intussen andere knie beginnen te hebben? Niet dat ik weet, nee. Want ik neem aan dat u dat wel opvolgt, ook de talenten die eraan zitten te komen eventueel in België. Ik kijk ook wel de jeugdwedstrijden. Of nou, in het begin van het seizoen ben ik een aantal B-crossen ook gaan kijken naar de jongere meisjes. Maar het balkenspringen vrees ik dat er nog niet iemand zit aan te komen. Zit er op het andere vlak, het algemene vlak, dan wel wat Belgisch talent aan te komen? Ja, dat denk ik wel, eerlijk gezegd. We gaan nu zaterdag of zondag in Tabor ook al wel iets zien met de dames junioren dat ook rijden. Dus daar ben ik wel heel benieuwd in wat internationaal gaat zijn. Maar de rensters die ik een beetje ken of die bij mij in de ploeg zitten, technisch vlak, vind ik wel echt dat ze iets kunnen. Dus het fysieke, dat kan altijd nog komen. Het zijn ook nog groeiende. Dus die krachten en zo moeten ze allemaal nog ontwikkelen. Maar op technisch vlak gaan we wel kunnen meespelen. Dus hopelijk komt er ook echt iets van. Ja, de Nederlandse dominantie die werd vaak verklaard ook voor een stuk door die woensdagnamiddag trainingen in Alphen aan de Rijn. En dat niet alleen natuurlijk, maar nog wel andere dingen die daarin meespelen. Is dat eigenlijk in België ook nog, Sanne, dat er zo verzameld wordt op woensdagmiddag en met de jeugd wordt gewerkt? Goh, ik moet eerlijk zeggen, ik denk inderdaad dat dat een beetje ons pijnpunt is. Ik volg tegenwoordig op social media, zie je veel van die trainingen. En ik denk dat ze in Nederland echt een 5 of 6 punten hebben waar dat die trainingen gebeuren, niet alleen in Alphen. En bij ons is dat niet. Er is een training van Sven van Toornhout op woensdagnamiddag. Die is nu de laatste tijd, dacht ik, in Oudenaarde. Maar als je van Antwerpen komt, het is ook een heel stuk om bijvoorbeeld naar Oudenaarde te rijden. Dus hij kan natuurlijk ook maar op één plek tegelijk zijn. Dus dat is dan weer het volgende. Maar
ja, het is, ik denk dat er in Nederland echt veel meer op dat vlak gewerkt wordt of wordt mee bezig, zich mee bezighouden dan bij ons. En ik denk dat we daar echt in kunnen groeien en dat er dan nog wel andere talenten gaan opstaan. Iets voor jou om dat op termijn te organiseren? Maar ik kan me ook niet in twee kappen, dus dat is... Het is moeilijk. Het is misschien iets van het Wielerbond Vlaanderen dat op gang moet komen. Provinciale coaches, daar hebben ze ook een tijd mee bezig geweest. Ik weet niet in hoeverre dat nog echt bestaat. Ik weet dat er inderdaad wel toch wel ook goede dingen waren. Dat er een gezamenlijke training in Limburg was. In Antwerpen is dat wel uitgedoofd. Dat is al, dan praten we al heel wat jaren terug, denk ik, dat daar een soort van provinciale training is. Maar ja, om het even over dat van in Alphen te hebben. Ik heb er eigenlijk heel mijn carrière getraind. En dan moeten we, als het dan gaat over dameswielrennen, een beetje nuanceren. Want ik denk het punt waar vooral de Nederlandse dames... Dat zo'n grote vijver is waar ze eigenlijk uitkomen, is denk ik dat het al heel veel jaren in Nederland heel normaal is dat een jong meisje aan wielrennen deed, vanaf hun 7 jaar. En in België is dat nog maar heel recent dat eigenlijk wat populair begint te worden en dat er wat mogelijkheden zijn. En dat heeft denk ik momenteel een beetje een... dat is geen eerlijke strijd om het zo te zeggen. Sanne, ik denk dat jij alles zelf in moeten uitzoeken in jouw beginjaar, of toch heel veel. Ja, dat klopt. Als bij de eerste dames, die het dan uiteindelijk een fantastisch palmares heb jij bij elkaar gereden. Maar het is soms een beetje een momenteel met die nieuwe generatie Nederlandse meisjes waar we het net over hadden. Dat is bijna een oneerlijke strijd, want die zijn al vanaf hun 12 jaar zo goed begeleid, terwijl jij het eigenlijk toen allemaal zelf hebt moeten uitzoeken. En dat is een strijd dat jaren gaat duren voordat de Vlaamse en de Nederlandse, denk ik, dat terug een beetje hebben, dat terug een beetje in evenwicht is. Ik denk dat daar meer verschil ligt dan die trainingen zoals in Alphen, wat natuurlijk ook wel goed is. Maar ik denk dat een groter verschil is, waardoor dat het nu zo'n toch wel duidelijk is dat er in Nederland een veel breder is bij de dameswielrennen. Ja. Ja, klopt. Ik ben zelf ook... Mijn eerste wedstrijden waren ook in Nederland. Ja, ja. Net over de grens was ik ook 6 of 7 jaar. Dat bestond bij ons gewoon niet. Dus ik heb moeten wachten tot ik 13 was, denk ik, voor ik mijn eerste echte wedstrijd in België kon rijden. Dus voor die leeftijd bestond het gewoon bij ons niet. En ik geloof wel dat dat nu gaat komen met een voorbeeld zoals jij hier in het veld al nu in de laatste jaren bent. Dat die jonge meisjes zeker... aangespoord om te beginnen. En op de weg is dat denk ik ook wel bezig. Met die topper die we daar nu hebben bij de dames, is dat ook een voorbeeld. En ja, dat duurt natuurlijk wel heel lang voordat je zoiets misschien gaat merken. Ja. Hoe ziet jouw programma er eigenlijk uit in het veld dit jaar, dit seizoen, Sanne? Ik begin nu donderdag in Aardooien. Ik weet het nog niet helemaal. Ik ga wel een aantal wedstrijden skippen normaal. De verre verplaatsingen dan, omdat ik in het wereldbekerklassement toch niks niet meer heb. Maar sowieso de superprestige ga ik rijden. En dan zowat alle losse crossen ook normaal gezien. Maar de wedstrijden zoals Val di Sole en Dublin, die ga ik waarschijnlijk aan mij voorbij laten gaan. Vind je dat niet jammer, dat je daar niet naartoe kan? Want het zijn toch wel bijzondere locaties. Dublin, dat weten we nog niet hoe dat eruit zal zien. Maar Val di Sole vorig jaar vond ik bijvoorbeeld wel een heel fraaie cross om naar te kijken. Klopt, het was ook leuk om te rijden. Vorig jaar was ik er wel, maar normaal gezien ben ik dan op stage. Dus vorig jaar heb ik mijn stage onderbroken om daar te gaan rijden. Misschien dit jaar niet, of wel. Ik ben er nog niet helemaal uit. Nee, en dan rond een drukke eindejaarsperiode zoals gewoonlijk en dan opbouwen naar de kampioenschap, is dat een beetje het plan? Ja, klopt. Zo zit het in ons gedachten, maar hoe dat fysiek gaat zijn, dat is een andere vraag. Vraag je dat af, hoe dat het fysiek zal lopen? Met al die ervaring die je toch altijd hebt? Ja, op zich wel. Het is altijd een beetje vraagtekens, denk ik, dat we nu terug aan het seizoen starten. Ik heb 2 crossen gedaan voor Amerika dan. Kruijbeek was wel oké, Meulenbeek was echt heel slecht, maar was ik een week ziek geweest, dus daar had ik wel een verklaring. Maar nu is een beetje de vraag waar dat ik ga staan. En ik denk dat dan het programma wel eventueel daarop aangepast wordt. Ja, je hebt ook een drukke zomer en een druk voorjaar achter de rug. Dat speelt ongetwijfeld ook mee. Ja, klopt. Ik ben na het WK ben ik ziek geworden vorig jaar. En dan heb ik het laatste weekend nog gereden. En dan rechtstreeks Strade Bianche gaan doen. 2 weken later.
En dan heel het voorjaar tot Parijs-Roubaix. Dus dat was best pittig. En de Tour gereden. Hoe was dat? Ja, superleuk. Ik denk een van de mooiste koersen dat ik ooit gereden heb. Echt heel veel volk langs de kant. Ik zie het bij de mannen al jaren op tv, maar ik had niet verwacht dat er bij ons zoveel volk zou staan. Dus het was echt, top. Ja, top ervaring. Die smaakte ongetwijfeld naar mee. Ja, sowieso. Want klopt het dat jij je contract ook tot 2025 hebt verlengd, omdat de weg zo goed meegevallen was? Ja. Ja, ja, ik moet zeggen, het crossen, ik doe het super graag. Ik heb het altijd heel graag gedaan. Maar de laatste jaren presteer ik gewoon echt niet goed niet meer. En ik begon het plezier er stilaan in te verliezen. Ik bleef ook de druk voelen van ik moet presteren. En het lukt mij niet meer. Maar omdat ik op de weg zo het plezier in het fietsen teruggevonden heb. En die wegkoersen, die dat allemaal nieuw waren voor mij. Ja, heb ik inderdaad heb ik zo kunnen beslissen om toch wel langer door te gaan. Als het enkel op crossen had gebaseerd gebleven, dan denk ik dat ik aan mijn laatste seizoen was begonnen. Ja, dus je bent toch al met het idee gespeeld om er toch mee op te houden dan, na dit jaar bijvoorbeeld. Mocht het alleen nog crossen geweest zijn? Ja, klopt. Is het nu dan crossen meer in functie van de weg eigenlijk? Nee, ik hoop gewoon dat ik nu het plezier dat ik op de weg gevonden heb terug kan doortrekken in het crossseizoen. En ik blijf hopen dat die prestaties terug gaan beteren. Maar dat is heel moeilijk in te schatten. Afwachten. Ja, het is ook een hele andere inspanning gewoon, hè? De cross of de weg. Dat zal je ook wel gemerkt hebben. Ja, klopt. Het is echt iets helemaal anders. Maar ik geloof wel, als je een goed wegseizoen gereden hebt, dat je dat in de cross ook moet kunnen laten zien. Dat kan bijna niet anders. Dus ik blijf goede hoop hebben. Ja, en terecht. Met jouw palmares, met meer dan 100 overwinningen. Onder andere wereldtitels, Belgische titels. Die Belgische reeks die eigenlijk onwaarschijnlijk is, met de 13 opeenvolgende. En ja, de 14e, daar lonk je toch nog weer naar natuurlijk. Ja, klopt. Het is ook, hoe meer dat je er nu over nadenkt, hoe straffer dat lijkt. Hè. Dus gaan die reeks bezig zijn, dan denk je, dat is toch een beetje normaal. Maar nu na 13, dan denk ik, is toch straf dat ik nooit ben platgereden of dat ik nooit niet ziek ben geweest of iets anders heb voorgehad. Dus het is veel straf en ik hoop er nog wel een paar bij te doen. Dat klopt. Bart, jij bent in 2015 gestopt met veldrijden? Ja, ik denk het. Ik weet het eigenlijk niet meer heel goed. En jij had toen het gevoel, want je had ook nog een langer lopend contract. Ik ging in de zomer 32 worden. Ja. Ja. Ja, ik had nog wel prof kunnen blijven, maar het was... Hetgeen wat zij nu zegt is heel belangrijk. Ik heb terug een beetje ergens plezier gevonden in laat dat dan die weg zijn. Ook al is de cross dan even belangrijk. Maar als je iets graag doet en je bent mentaal fris en je zit goed in je vel, dan presteerde. Dat is gewoon bewezen. Dan presteerde fysiek gewoon op je beste. Dus dat is een vereiste. En bij mij was het denk ik ook wel... het frustreerde mij dat ik niet meer de goede uitslagen reed die ik... kon rijden voordien. Dat waren dan niet vaak overwinningen of zo, maar op mijn niveau ging het de jaren ervoor wel ietsje beter. En je voelt dan dat niet meer ging en ik wilde ook andere dingen doen. En, dus de echte zin om die wedstrijden te doen en om te trainen was bij mij wel wat weg. En dan wilde ik niet aanmodderen. En dan wilde ik ook niet, de makkelijkste weg was misschien nog 2 jaar langer prof zijn en dan stoppen, maar dat wilde ik niet. Dus dan had ik liever iets anders. Ja, het was de moment daar. Nog geen seconde spijt van gehad. Niet voor overwinningen of zo, maar het is niet dat je niks gewonnen hebt. Nee. Ik heb... Er is bijvoorbeeld een cross in Italië, in Oderzo, geloof ik, die jij ooit gewonnen hebt. En was dat niet jouw eerste bij de elite, Sanne? Klopt, ja. Ik heb dat ook gewonnen, ja. Ah ja. Dat was tussen mijn eerste... de wijngaarden. Ja. Mijn eerste kreeg flessen wijn als je won. Ja. En dat was echt heel tof eigenlijk. Ik herinner me dat daar 's nachts is beginnen regenen. Niet meer gestopt. Een hele harde grond is dat daar tussen die wijngaarden. Dus je reed eigenlijk constant in een zwembad van 10 centimeter diep. Overal, 1 grote plas. En dat was de cross. Dus, ja. Er zijn wel... Ik heb bij de profs dan een 10 crossen gewonnen, maar niet de grote wedstrijden. Dus daar was een podium voor mij het hoogst haalbare. Ja. Wat herinner jij je nog van die cross in Oderzo? Ik weet dat ik met ons vader naar daar vloog. En want ik reed toen in een Italiaanse ploeg. Dus dat was de reden ook waarom ik naar daar ging om te crossen. En
door een of andere storm kost het vliegtuig niet landen waar dat we moesten landen. Dus naar een andere luchthaven. Maar ja, ik stond daar dan met ons papa. Dus ja, een taxi moeten zoeken. Maar die fietsen moesten daar dan bij in. Dus dat was echt een soep tegen dat we dan in het hotel aankwamen. En dan daarna was dan die cross direct. Dus ja, ik weet dat het allemaal super hectisch was. En inderdaad, die wijngaarden zegt mij... Ja. Zegt me ook nog en je wel werd iets. Dan uitgenodigd bij de familie of die ook dan de cross wat mee organiseerde. Ja, die werden zeker dan de toppers die ze aantrokken. En dat waren dan meestal wij als Belgen. Die werden dan een beetje extra goed gesoigneerd. En die mochten dan bij de familie even binnen zich omkleden eventueel. En ja, je kreeg wat flessen wijn mee naar huis van de... Van hetgeen wat ze daar lokaal dan produceerden. Dus ik denk wel dat we af en toe... Of ik vond dat toch wel een toffe avonturen. Zie. En er is gewoon wat minder stress dan. Hè. Dat is dan een wedstrijd die voor minder meetelde. Ja. Als het op tv komt of het is een klassement, ja, dat zorgt voor extra druk natuurlijk. Ja. Het heeft wel zijn charme, hè, om dat zo eens boven te halen, dat het toen ook nog gewoon bij de mensen thuis werd omgekleed. Ja, ja. Dat, ja, absoluut. De mobiloms toen nog allemaal niet aan de orde waren. Nee. Dat was inderdaad... Dat is een beetje... Het is veel professioneler, die mobiloms en alles. Het is allemaal heel handig. Je kunt niet zonder. Maar dat had soms ook wel toffe... Zeker als je daar zo na een carrière aan terugdenkt, dan zijn het toch vaak zo'n dingen die je dan gaat onthouden of die je dan eens bij vrienden gaat vertellen. Dat gaat dan Sanne misschien binnen een aantal jaar, hopelijk. Als je nog zin hebt, moet je nog lang eerst koersen. Maar als je gestopt bent, kijk je er dan toch stilaan anders, op een andere manier naartoe. Dus ja. Ja, en zo'n eerste zege, Sanne, dat blijft bij. Dat uiteraard. Blijft bij, zeker weten. Ja. Ja. Er zijn er veel gevolgd nadien. De drie wereldtitels opeenvolgend dan nog. Ja, dat zijn ongetwijfeld de hoogtepunten van jouw carrière. Ja, klopt. Nog zo'n wedstrijd dat is bijgebleven was in Lille de sprint tegen Marianne Vos. Dat was denk ik mijn eerste cross in België die ik dan won. En dan nog thuis. Dus dat was dan... Maar dan inderdaad... Die drie WK-titels zijn het mooiste sowieso. Te beginnen ook, dat was ook tegen Marianne Vos in Luxemburg. Ook een beklijvende laatste ronde toen. Besef je dat vrij snel, wat je daar hebt verwezenlijkt? Ja, omdat ik was al twee, drie jaar echt aan het jagen achter die wereldtitel. En ik denk dat eigenlijk een beetje iedereen dacht van ja, het gaat er niet meer van komen. Ik had eigenlijk... mijn kansen gehad, zoals de mensen zeiden, omdat Marianne er de jaren ervoor niet bij was. Dus dat hadden toen mijn kansen moeten zijn. En mislukte dan 2 jaar op rij. Dus iedereen had zoiets van, ja, dat lukt nooit niet meer. Maar ja, deze was mooier, denk ik, dan die 2, 3 jaren ervoor zouden geweest zijn. Dus ja, het was echt... De laatste ronde viel gewoon echt alles in de plooi. En, topmoment dan. Ja, absoluut. En daarna volgden er nog 2. Hè? Met ook straffe prestaties in Valkenburg werd je ook wereldkampioen. Ja, ook de laatste ronde eigenlijk, dat alles beslist werd. Leek een beetje op het WK van het jaar daarvoor. En dan het jaar daarna tegen al die Nederlanders, dat was inderdaad lekker bleef plakken eigenlijk. Ja, ja. Ja, en ik herinner mij nog... Was het in Tabor niet dat je moest sprinten tegen Ferrand Prévost en die won toen, of niet? Ja, die won. Dat is achteraf dan toch ook gebleken dat dat niet zomaar de eerste de beste is. Hè? Nee, inderdaad. En dan waart je ook heel dichtbij. Dan herinner ik me ook nog ergens. Ferrand Prévost, die opnieuw gaat crossen zeker, maar bij Ineos terecht gaat komen. Dus het wordt een fraai peloton bij de vrouw, want Marianne Vos komt ook nog terug dit seizoen. En we hebben de jonge vrouwen die alsmaar steviger presteren. Absoluut. Ik denk echt dat het de kwaliteit zo in de breedte, dat momenteel ook met een mengeling van goede mountainbikesters die komen crossen, goede wegrensters die crossen en dan de permanente crossers eigenlijk. Bij de dames is het echt breder, denk ik, dan dat het bij de mannen kan zijn momenteel, deze momenten. Ja. Gaat Julie de Wilde eigenlijk veel crossen dit seizoen? Veel niet, denk ik, maar ze gaat wel enkele crossen rijden. Ja, wel. Want zij is toch ook een van de coming ladies in het vrouwenwielrennen, in het Belgische vrouwenwielrennen. We hebben haar een heel fraaie ronde van Frankrijk zien rijden. Ja, echt straffe sprinster. Ze is echt heel rap. In de Tour
ja, nog maar eens gebleken. Maar ook dwars door Vlaanderen heeft zich een hele straffe sprint gereden. Dus ja, er wordt wel heel veel van verwacht. En ik denk ook wel dat ze het effectief gaan waarmaken. Ja. Van Sinai, die komt bij jou in de ploeg rijden vanaf 1 januari. Wat mogen we daarvan verwachten? Goeie vraag. Daar zicht op? Nee, heb ik eigenlijk heel weinig zicht op. Ik heb ze vorig jaar wel een aantal keer zien rijden, maar niet echt, ik moet toegeven, niet echt zo in doog, echt in doog houden. Dus ik heb echt heel slecht zicht op. Maar ook iemand dat volgens mij alle disciplines combineert, ook het WK op de weg gedaan, dacht ik. Het WK mountainbike weet ik nu niet, maar ook iemand dat echt alles aan het combineren is. Dus ja, als je al die kampioenschappen mocht rijden, dan heb je het talent, anders nemen ze je niet mee meestal. Nee, inderdaad. Maar jij hebt ook op de weg al een hele tijd het EK bijvoorbeeld mee betwist. Is dat ook waar de kiem een beetje gegroeid is voor de weg bij jou? Misschien niet direct, maar toen het idee van kwam bij de ploeg van we gaan een wegploeg maken en dan kunnen we wat grotere wedstrijden rijden en dan de Ronde van Vlaanderen kunnen doen. Het zijn zo meer die wedstrijden, denk ik, dat me meer interesseerden als echt die EK's. Maar ik denk dat ik dit jaar op de EK ook maar de eerste keer deftige prestatie geleverd heb. De jaren ervoor misliep het meestal een beetje. Maar ik denk dat toen de reden waarom ik in de selectie zat, was omdat ze wat rensters tekort hadden. En nou ja, we zullen Sanne bellen, die zal wel meegaan. Ook al waren het dan de parcoursen dat me niet lagen. Dus ik denk dat ik een beetje als goede reserve kon meetellen of zo. Maar ik denk dat de grote wedstrijden, Strade, Ronde van Vlaanderen, Roubaix, is ook echt een koers dat mij echt aanspreekt. Dat heeft de liefde voor de weg aangewakkerd. Ja, en op het BK presteer je ook altijd wel goed, hè? Op een enkele uitzondering na ben je eigenlijk niet weg te denken uit de top 10. Op zo'n BK op de weg. Nee, klopt. Ik denk dat ik 3 of 4 jaar achtereen vierde ben geweest. Dus, en dan ene keer echt op het podium moest staan. Ja, het is altijd een koers. Omdat je als crosser niet zo heel grote koersen kunt rijden, is dat meestal de koers dat je aanstipt en dat je wel zoiets hebt van, dan kan ik daar een beetje naartoe werken. Anders voel je doelloos heel de zomer eigenlijk. En ja. Ik denk dat dat de hoofdreden is waarom dat er op een BK altijd wel net iets meer kan. Ja. We moeten het natuurlijk ook nog over de mannencross hebben, want Eli Iserbiet die heeft de eerste 2 wereldbekermanches in de Verenigde Staten op zijn naam geschreven. En we nemen u even terug mee naar Waterloo en Fayetteville. Een indrukwekkende solo is het van Eli Iserbiet om de eerste wereldbekermanche van dit seizoen op zijn naam te schrijven. Hij wint weer in Waterloo, Wisconsin. Sprint voor de bocht, ja, al van Zweig. Ja, goed gezien. Bocht. En dan dat talende stukje richting het asfalt. Wordt het Iserbiet of wordt het Zweig? Zweig met heel veel kracht. Zweig die Iserbiet voorlopig afhoudt. Maar de West-Vlaming komt ernaast en hij wint nog. Jawel. Knap van Iserbiet ook. Ja, ik ben blij. Ik denk als ik tweede werd dat ik de lederstreun niet had. Dus dat zat wel in mijn hoofd. Om die mee naar huis te nemen. Ja, Eli Iserbiet, alweer de basis gelegd voor een eindzege in de wereldbeker met die 2 overwinningen? Of is dat te kort door de bocht? Dat is nog te vroeg, hè. Het zijn best wel veel wedstrijden. Maar het is een goed begin, hè. En ja, zoals ik het straks even al zei, ja, hij kan het echt afmaken, hè. Hij kan een wedstrijd naar zijn hand zetten. Zelfs heeft hij misschien ergens af en toe... is hij misschien eens een keer iets minder? Is dat iemand die nog wel crossen kan winnen tegen een Zweek en tegen Michael van Toerenhout? En bij Zweek, die moet echt, ja, die heeft misschien niet die explosiviteit of zo die korte 20, 30 seconden enorm snel gaan en dan een paar meter extra winnen. Ja, dat heeft Zweek misschien moeilijker. Daar heeft hij misschien al zijn zandstroken voor nodig, maar zo. Ja, Zweek is enorm sterk, brute kracht, heel hoog tempo. Maar om een cross te winnen is het toch wel interessant om hier en daar op een bepaald stukje in een ronde gewoon iets harder dan de rest te rijden en het daar dan even doen. En dat is wel een echt voordeel waardoor hij Iserbiet
moeilijk te kloppen is op de momenten. Dan moeten we misschien jammer genoeg er ook altijd wel bij zitten als er een Van Aert en een Van der Poel niet bij zijn. Maar dan, voor de rest, is hij toch de man die daar de meeste crossen, of het makkelijkste een cross naar zijn hand zet. Ja, hij had wel werk met Laurens Week, hè? In Fayetteville. Ja, het was, Laurens was echt sterk zondag. Ja, en dan de week daarvoor reed Laurens echt een ronde. Ja, 5 seconden, dat is de snelste rondetijd. We hadden het toen ook gezegd, het was 5 seconden sneller dan de snelste ronde van Iserbiet. Maar ja, er zijn momenten, ja, en dat is dan ja, dat het net allemaal in zijn plooien ook moet vallen. Hij had daar dan wat pech. Dus ik denk dat hem fysiek echt niet moet onderdoen voor Iserbiet. En nu afgelopen zondag ook niet. Maar ja, winnen is dan ja, nog net ja, fractie. Iserbiet kwam toch mooi uit het wiel, hè? Ja, die sprint gezien. Sanne, wat is jouw oordeel daarover? Ja. Het was een beetje de sprint Brand Vos van het WK, vond ik. Van veel te vroeg aangegaan. En dan nog wind op. Dus ja, het wiel komen was gewoon ideaal, denk ik. Ja, dat is natuurlijk. Ik vind het wel moeilijk altijd, omdat dan ja, de winnaar heeft gelijk. Hè. Dus Iserbiet heeft het beste gesprint. Maar ja, zo heel ver. Een Zweek valt ook niet stil. Hij valt ook niet stil. Hè. Sanne heeft er gereden vorig jaar. Het toont niet ver, maar ja. Ik vind dat echt tegenvalt als gaan sprinten zij. Iserbiet had wel nog de tijd om na de bocht. Hij begon met zijn handen bovenop zijn remgrepen. En dan heeft hij achter de rug van Zweek nog een positie lager. En dan, ja, waarschijnlijk die wind ook met snelheid achter de brede rug van Zweek. En dan, ja, met meer snelheid vloog hem erover natuurlijk. Ja. Ja, ik snap wel waarom Laurens daar van boven begon. Dat was misschien zijn enigste kans, omdat Elie inderdaad wel een stuk explosiever was. Maar als het in Daf had geweest, dan had zijn kans nog net iets groter geweest. Ik denk nu met die wind op en dan inderdaad van achter de rug. Maar later beginnen, ja, ik denk dat het in stel dat ze naast elkaar samen beginnen, ik vrees dat dan Iserbiet afgelopen weekend, dus zondag, want als ze dat een week later doen, is het misschien omgekeerd. Maar op afgelopen weekend, als ze samen beginnen, denk ik dat Iserbiet ook nog iets sneller was geweest. Ja. Laurens Week, die rijdt bij jou in de ploeg sinds 1 september, is het? Of sinds dit seizoen in elk geval, Sanne. Goeie zaak, vindt heel veel volk, dat hij vertrokken is bij Powell South Bengal. En dat hij nu eigenlijk de enige kopman is bij de mannen bij jullie. Ja, klopt. Als ik van het weekend ook de cross aan het kijken was, dan zijn we 3 weg. En je moet dan bedenken, ja, dat zouden er eigenlijk 3 van dezelfde ploeg geweest zijn. Klinkt zelfs een beetje absurd, denk ik. Dus ik denk dat de cross het wel nodig had dat er zoiets gebeurde. En soms wel heel ambetant, denk ik, voor Laurens. Want ja, die mannen willen natuurlijk dat hun ploeg wint. Dus ze willen dan constant met 2 achtereen gaan rijden om het gaatje te laten vallen, zoals ze het dan zeggen. Mm-hmm. En dan moet je er ook nog constant energie insteken om er dan toch terug tussen te wringen. Dus het maakt het voor hem heel moeilijk. Maar ik denk dat het wel voor hem ook nodig was om een frisse wind te krijgen en in een andere ploeg terecht te komen en zijn ding te kunnen doen. Ja, dat denk ik ook wel. Want hij heeft het er toch ook voor over om zich altijd nu tussen die 2 mannen te plaatsen. En ja, vorig jaar zag je soms bij hem dat hij de strijd vroegtijdig al opgaf tegen zijn 2 ploegmaats. En nu blijft die strijdvaardig gewoon ook omdat hij bevrijd is. Ik vind gevoeld aan alles dat dit beter is voor iedereen. Voor de cross, voor hem, voor de ploegen. En ja, zo'n topper, dat mag echt gerust in een andere ploeg zijn. En dan hopelijk komt daar de mannen van Tormans nog hier en daar. En dan praten we over een aantal topploegen met verschillende toppers bij elkaar. En dat is mooi, dat moeten we hebben. Ja, want Quinten Hermans zit er ook aan te komen. Die begint ook in Tabor aan zijn seizoen. Nu zondag wil ook het EK. Daar heeft hij ook een doel van gemaakt, Quinten Hermans. Dus ja, er zitten mooie weken aan te komen in de cross in elk geval. We zijn weer helemaal vertrokken, hè, voor het seizoen. Hebben jullie dat gevoel ook, of jij nog niet? Ik ga dat gevoel donderdag hebben als ik terug wat bloed begin te proeven. Dan ga ik denken, ja, we zijn terug vertrokken. Ja. Hoe voel je je in de aanloop naar die eerste wedstrijden? Het is echt heel moeilijk in te schatten. Ik had wel na het wegseizoen terug een beetje eerst een paar dagen rust nodig en dan wel echt specifieke training. Ik voelde dat dat lomen van de weg er wel een klein beetje in zat. Dus ik had terug nood aan wat explosiviteit. En dat is wel gelukt, denk ik. Dus ik heb wel 2 echt goede trainingsweken gehad. En nu is de vraag in hoeverre
ben ik van nu al hersteld de volgende crossen. Want omdat het crossprogramma zo druk geworden is, is trainen in de week echt zo moeilijk geworden. Dat je echt, ja, moet getraind hebben voor die eerste cross. En nu is de vraag of dat lichaam al volledig hersteld gaat zijn, ja of nee. Dus ja, we gaan afwachten. Veel rust neem jij ook niet, hè? Nee, ik roest, zeggen ze bij ons. Dus ik hou me daaraan aan vast tegenwoordig. Ja, en is het dan na het crossseizoen dat je vakantie plant? Of dan is het meteen de weg op? Nee, ik ga inderdaad na het crossseizoen misschien 3 of 4 dagen. Maar normaal is het de bedoeling om ergens rond een hogere koersen terug te beginnen. Dus het zal niet veel zijn. Nee, inderdaad. Dat is stevig, hè, Bart? Ja, absoluut. Ik zou toch af en toe eens denken aan dat rust toch wel belangrijk is. Inderdaad, je kunt ook rusten. Een beetje mentale rust is minstens even belangrijk. En ik denk dat er de dag van vandaag wordt er heel goed gepland in blokken van dat je lichaam ook op bepaalde momenten rustperiodes, opbouwperiodes. Dus dat komt wel goed. Ja, en dat moeten ze jou niet meer leren natuurlijk, hoe je eigen lichaam reageert en functioneert. Nee, klopt. Ik ben inderdaad wel oud genoeg ondertussen om op tijd te zeggen van nu moeten we even kalm aan doen, want anders ga het niet meer lukken. Dus hopelijk ken ik mijn lichaam goed genoeg en kom het in orde. Ja, want ja, op gevoel trainen is er bij niemand meer bij, denk ik, maar jij grijpt nog wel op tijd in, denk je, als je voelt van oh, dit gaat te ver voor jou. Ja, klopt. Ik ben ook, die cijfers is allemaal wel mooi, maar het gevoel is meestal toch nog ja, juister of eerlijker. Sommige dagen voelde je je echt niet goed en is er aan je ochtendwaardes niks te merken, maar het heeft de reden waarom dat je je niet goed voelt. Dus op tijd is hou zeggen of het gaat wel, dat kan geen kwaad. Oké. Ik ga je veel succes wensen het komende seizoen in de cross en natuurlijk verderop. Op de weg ook weer. Bedankt dat je er even tijd voor kon vrijmaken om bij ons te zijn, Sanne. Bart, jou zie ik al snel terug, hè, voor de commentaar bij de crossen. Ja. En u bedankt voor het kijken en het luisteren, dames en heren, naar de wielerpodcast Derailleur van Pix Sports. Begin november, zo na het Europees kampioenschap. Dan zijn we er opnieuw. Tot dan.